Hoi en wat leuk dat jullie kijken naar mijn nieuwe video over The Sims 4 Legacy. Ik weet, het is een beetje een ander begin dan je van mij gewend bent, maar heb je mijn vorige video gezien, dan weet je dat ik op een hele gekke manier ook geëindigd ben. Dus vandaar moeten we ook met een gekke manier beginnen. Ik had, wat je vandaag gaat zien, had ik eigenlijk allemaal samen met de vorige video in één sessie opgenomen. Dat was bijna 2 uur aan content dat ik had opgenomen. En met het editen kwam ik er dus achter dat ik veel te veel content had dat ik aan jullie wilde laten zien. Dus heb ik het opgesplitst in 2 video's. Dus nu krijgen jullie deel 2 te zien. We gaan nog eens alle Sims overlopen. We hebben Jordi. Jordi, heb je ondertussen... Nee, nog altijd maar met 3 clubsleden gepraat. Heb jij ondertussen... Ja, je programmeren is wel oké. Dus dat gaan we eventjes laten voor wat het is. We gaan nog even met onze clubsleden praten, dat we dat toch al hebben. Praten over gamen. Oh nee, en dan vinden we Annemarie hier in de kast. Zij is aan het wenen. Waarom ben je zo... Ja, ik weet het. Oh, dat is kei-erg. Dat is echt... Ja, erg. Annemarie is vergeten om haar verjaardag te vieren met een verjaardagsfeest. Of misschien had niemand zin om te komen. Oh, ik vind... Oh, dit is zo erg. Ik weet het. Sorry, Annemarie. Hoe zouden we dat met haar kunnen goedmaken? Ik denk dat ze ook gewoon haar bed in moet, want het is 11:40 s'nachts. Kom, je mag in jouw nieuwe bed gaan slapen. We gaan ook eens kijken. Moet de rest ook zo niet stilletjes aan het bed inkruipen? Ik denk het wel. Ik ga gewoon iedereen in bed sturen. En Fietje is terug van haar werk en ze is gepromoveerd tot drankjeschef. Kijk goed, Fietje. Aan welk level zit jij nu? 8. Oh, wauw. Super. Ze gaat nu voor haar baby zorgen en ik probeer de rest dus in hun bed te krijgen. Maar zoals je ziet is dat nu niet zo simpel. En Naomi die loopt hier op haar flippers rond. Goed, we zijn de volgende dag en ik heb vandaag mijn Sims een dagje vrij laten nemen, want ik wil die bruiloft doen. Die moet er vandaag doorgaan. Wat staat hier op? Hotel de Botel verliefd. Oh, wat goed schattig. Dan is het echt wel de moment om te trouwen, denk ik. Wat hebben we daar eigenlijk allemaal voor nodig? Ik ga haar een evenement laten plannen. Voilà, bruiloft-evenementen plannen. We hebben er al een paar gedaan. Maar ik weet al niet meer van buiten welke. Het is al super lang geleden. We gaan ze gewoon vandaag laten trouwen. Ik denk dat we zo het verlovingsfeestje hebben gehad. En dan weet ik het al niet meer. Ah, kijk, we hebben vrijgezellenfeest, verlovingsfeest, een familiebijeenkomst. Hoe het oefendiner, een receptie en dan kunnen we de bruiloftceremonie doen. Of eerst de bruiloftceremonie en dan... We gaan ze gewoon allemaal doen. Geniet samen met vrienden en familie van een diner in de aanloop naar... Oké, we zijn de organisator. Ja, we zijn met 2. We gaan gasten uitnodigen. Voor het oefendiner gaan we gewoon de familieleden uitnodigen die in het huis wonen. Ja. Goed. Wat zijn de vereisten? Goh. Een feestmaal? Ik weet het niet. Of gewoon dansen. Je kunt ons eigenlijk gewoon heel simpel maken. Hè? Of een keertje thee. Maar dat hoort zo niet bij onze tradities. Ik denk dat we voor een feestmaal gaan. En we gaan die doen op een trouwlocatie misschien. Of aan de bar. Bar Het Witte Paard. Maar feestmaal. Ik weet niet of we dat ergens anders kunnen doen. Kijk, Huizen Pannenkoek, Pottenmakersheuvel. Daar hebben we ook een familie pannenkoek, of wat? We zullen het hier gewoon thuis doen. We gaan hier een feestmaal maken. Dus feestmaal. Klik op iets te eten om gasten aan tafel te roepen. Of kies een willekeurige eetinteractie. Oh, dus als we een gewone feestmaaltijd bereiden... Groot eetfestijn bereiden. We gaan een groots ontbijt doen. Ja! Een groots ontbijt voor iedereen. Oh, super. En na dat ontbijt, na dit oefendiner, dan kunnen we ons trouwfeest gaan doen. We moeten natuurlijk wel een trouwjurk en zo nog zien te vinden. Het is even rustig. Iedereen slaapt. Kom aan, Lola. Koken, koken, koken.
Koken, 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 Lola. Ja, Jordi die is maar aan het programmeren. Kom maar eventjes gebruiken. Oh, en de kleine meid is ook wakker. Ja, om te eten heb je nog heel eventjes geduld nodig. Iedereen vindt het huis dus smerig en vies. Ik denk, nee, jij moet dus niet naar school gaan, want jij blijft vandaag lekker een dagje thuis van school. Kunnen we daar een snipperdag voor nemen? Ja, snipperdag nemen van school. Jij moet niet naar school gaan. We gaan dus ook een, geen tuinierdienst, maar een poetsvrouw. Een regelmatige schoonmaker, want ik denk dat het echt wel nodig is hier in huis. Iedereen vindt het vies hier. Dus ja, laten we maar iemand laten poetsen. Geweldige reputatie. Iedereen is dol op het bezoeken van sociale evenementen die door Lola worden gehost. Oeh, het wordt nu gemakkelijker om tijdens een evenement gouden niveaubeloningen te verdienen. Kijk, goed. En Ellen-Marie is net goede vrienden geworden met Lola en andersom. Voilà, de schoonmaker die komt er zelfs aan en dan kan ons huisje netjes gemaakt worden. Dus ik denk dat dat wel moet lukken met de butler en met de schoonmaker. Oh nee, kijk nu! Wat is er met Lola aan de hand? Oh, dan meent je toch niet. De slappe lach is maar heel even leuk door ziekte. Oh, kom aan. Oh, dat is wel die kak, want ik wil vandaag trouwen. Ze kan ze toch niet trouwen als ze zo helemaal onder de uitslag staat. Medicijnen. Hier, een medicijn kopen. Yes, heeft ze dat dan in haar inventaris? Dat is eigenlijk de eerste keer dat ik dat doe. Voor alles een eerste keer, zeker. Waar staat het spul? Hier, oké. Medicijntje nemen. Eerste uitbarsting, mijlpaal ontgrendeld. Oké, oh, dat kind is hier weer helemaal alleen nog arm. Oh, Fietje, kom uit je bed. Je kind is aan het wenen. Hop, kijken of alles goed is met de baby. Jouw oogappel ligt hier te stinken. Wacht eens, kijk wat hij allemaal nodig heeft. Hij heeft honger. En hij moet in bad. Oké, hebben we eigenlijk een bad op onze kavel? Dat is de grote vraag. Hebben wij een bad? Of hebben we alleen maar douches? Nee, ik denk dat we nog... Ja, we hebben hier helemaal aan de andere kant hebben we een bad. Zo. Xano in bubbelbad toon. Voilà. Eerste badmijlpaal ontgrendeld van Xano. En eerste bubbelbadmijlpaal. Mijlpaal ontgrendeld. Super. En Jordi is ondertussen aan zijn charisma bezig. Die moet niveau 5 bereiken. Dus die heeft nog wel een beetje werk. Oh, ons evenement is klaar. Dus nu kunnen we wel gaan voor ons huwelijk. Yes, kom aan. We gaan evenement plannen. Bruiloft evenement. Oefendiner. Maar dat lijkt me allemaal brons. Klopt het? Dat we brons hebben gehaald? Omdat we maar één dingetje erop hadden opstaan. Dus ik ga dat even in onze scoresheet. Ik ga hem er eens even bij halen. Kijk, dit is onze scoresheet. En popularity, dat zijn onze parties. En je ziet bij wedding parties, er staat alleen maar zo niks anders van trouwdingen. Omdat het er toen nog niet was. En de persoon die dit gemaakt heeft, die scoresheet, heeft dat niet meer aangepast. Maar we kunnen wel onze medailles verder aanvullen. Dus we hebben dan zo eentje. Dus dan komt er toch een punt bij. We hebben dinnerparty. Dus die hebben we al gedaan. Dus daar kunnen we niks meer aan veranderen. Goed. Ja, dat wou ik gewoon even laten zien. Nee, geen oefendiner. We gaan gewoon direct voor een bruiloftceremonie. Inderdaad. Wie gaan we allemaal uitnodigen? Ja, de getuigen, tuurlijk. Oh, we hebben eigenlijk voor trouw... Oeh, we hebben geen trouwambtenaar. Oh, wacht. Vooraleer we dat gaan doen, we gaan aan een paar mensen vragen. Kijk, we gaan aan vragen. Bloemenstrooier. Aan Naomi gaan we vragen of zij de ringendrager wil zijn. Hier, dit is iemand van zijn club om getuige voor hem te zijn.
En dan hebben we natuurlijk ook een trouwambtenaar nodig. Aan wie gaan we dat vragen? Gaan we dat aan de butler vragen? Vragen om trouwambtenaar te zijn? Hebben we dan iedereen? Of gaan we dat aan de andere zus vragen? We gaan het gewoon aan de andere zus vragen. Dan heeft iedereen zo een taakje op het trouwfeest. Waar is de andere zus eigenlijk? Fietje, waar ben jij? Ah, hier. Hier ben jij. Oké, okay, vragen om... Wat hadden we nog nodig? Ringdrager? Nee, trouwambtenaar. Dat was het. Dat hadden we nodig. Ah, vraag dan nu. Hop. Vraag om ringdrager te zijn. Wil jij ringdrager zijn? Op mijn trouwfeest. Falco was hier. Oh, yes! Ja! Dat wil ze. Oh, ze is super gelukkig met deze taak. Oké, super. Even naar George. George, waar ben je? Oké, George heeft grote honger. Kom, we gaan George rap wat eten geven. Misschien moeten we ook wel een nanny of zo. Een nanny inhuren. We kunnen het niet meer alleen aan. Al die hongerige kinderen. Portie pakken. Waarom is de baby? De baby is gewoon dood. Op, bruiloftceremonie. Ja, getuigen. Ja. Trouwambtenaar. Yes. Bloemenstrooier. Yes. De ringdrager. Ja. En dan hebben we ook nog gasten over. We gaan de kleintjes denk ik gewoon thuis. Voor de rest kan iedereen wel komen van de volwassenen, maar ik ga de kleintjes thuis houden. Ik wil gewoon kunnen trouwen, oké? Okay? Zo. welke activiteiten? Ja, de eerste dans, de echtelijke zoen, de gelofte uitwisselen, de taart aan zijn naar het altaar lopen, rijst gooien. Ik denk dat we dan al wel... het een en het ander hebben. Oké, outfit bewerken. We gaan eens kijken of we haar een leuk trouwjurk kunnen geven. En dan aan Jordi ook een mooi kostuum. Ah, ik vind jouw make-up wel niet zo heel erg mooi. Ja, de bruid, die is klaar. We gaan Jordi ook een andere outfit geven, want we gaan zien, die ziet er niet uit. Zo wil ik niet trouwen, Jordi. Kijk. Je gaat absoluut niet samen. Kom, mooi kostuum. Welk kostuum gaan we jou geven? Ah, zijn er misschien ook andere trouwkostuums? Ja. Ik denk dat ik dan voor deze ga gaan. Of zo in de roze. Dat past bij de bloemetjes van Lola, haar jurk. Alhoewel. Oeh, met regenboogkleuren. Oh, deze. Hier komt het roos wel voor van haar jurk. Dus die gaan we gebruiken. En we gaan er gewoon wat even schoenen onderaan doen. Ja, iets dat niet te opvallend is. Ja. Oeh, nu zien ze er echt leuk uit. Klaar om te trouwen. We gaan geen kledingvoorschrift doen, denk ik. En ook geen kleur. Geen bruidstaart geselecteerd. Of moesten we die gaan kiezen? Moeten we dit gaan kiezen? Oh, nee. Nadat je de hele bruiloftceremonie hebt gepland, kun je een taart selecteren. Die is gekocht of gemaakt. En dan was taart voor... Oh, nee. We kunnen nog geen... Oh, nee. Wacht, we gaan een taart kopen. We gaan gewoon naar, hoe noem dat daar? Tartosa of zoiets? Ik weet niet meer wat die wereld heet. Ja, Tartosa, ik had het juist. We gaan een taart kopen. Je gaat zien, we gaan vandaag nog niet getrouwd geraken. Hè? Het is bijna, in real life, bijna 6 uur. Ik denk dat ik rond 4 uur of zo ben begonnen. Maar ik wil getrouwd geraken. Oh, en ook een bruidsboeket moeten we kopen. Ah, en hier is de taart, denk ik. Bruidstaart kopen. Oké, kom, vlug. Oké, we willen een bloemige bruidstaart. Ik denk het wel. Oh, of hardvormige bruidstaart.
Zo'n hele toren. Oh, die is ook wel leuk. Ja, ik denk dat we die gaan pakken. Oh, wat een leuke taart allemaal. Moeten we wel een paar keer trouwen om ze allemaal eens uit te proberen. Nu nog bloemetjes en dan gaan we echt wel trouwen, hè? Oké, we hebben dus een bruidstaart, we hebben onze bloemen. Ik denk dat ik toch deze aflevering hier ga afronden, want het wordt gewoon veel te laat. Ik weet niet of ik deze 2 uur in een video van een half uur ga krijgen, sowieso. Dus ik ga mijn aflevering hier afsluiten. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. En als het zo is, geef het dan zeker een duimpje omhoog. Abonneer je op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Kom me zeker ook een bezoekje brengen op Twitch, want daar ga ik nu ook weer regelmatig op streamen. En dan zie ik jullie in mijn volgende video. Daag!